Ja, Teletech is officieel begonnen op 1 april 1980, om precies te zijn om 10 uur. Op dat moment verrichtte professor Dr. Max Euwe in de aula van de Vrije Universiteit in Amsterdam de openingshandeling. Dat was op een tentoonstelling over computers. En in de tijd wist iedereen wie Max Euwe was, maar het is misschien nu wel handig om toch nog even te vertellen wie dat was. Max Euwe was een toen bijna 80-jarige schaakgrootmeester, die van 1935 tot 1937 wereldkampioen schaken was geweest. En hij was hoogleraar informatica. En Teletext werd gezien als een belangrijk eerste product van de informatica, informatietechnologie, van de moderne informatietechnologie, waarop nog veel zou volgen, wat ook uiteraard uitgekomen is. De uitzending van die dag duurde precies 1 uur. Want daarna haalde de PTT het beeld uit de lucht, zoals dat nog ging. Dat is overdag nog geen televisie in die tijd. Het was wel de eerste dag van velen, want de daaropvolgende dagen kwam Teletext weer in de lucht. En ja, zo is het tot de dag vandaag, van vandaag gebleven. Het aantal pagina's en de uitzendtijd is geleidelijk uitgebreid. In het eerste jaar werd het al uitgebreid tot elke dag Teletext. Van 9 uur 's ochtends tot 5:30 's avonds werd het bestand ververst. Maar de eerste 10 jaar is het wel zo gebleven dat Teletext om 9 uur begon. Dan kwam er beeld. En Teletext ging eruit vlak na de laatste televisieuitzending. Het was nog niet het late journaal. Dat was dan zo rond 11:30, 12:00 en 's nachts was er niks. Waar kwam Teletext vandaan? In Engeland had je op dat moment al 6 jaar Teletext. Het systeem was bedacht in Amerika. Daar had men bedacht dat het televisiebeeld werd gemaakt uit lijnen. En een aantal van die lijnen werd in reserve gehouden, werd dus niet gebruikt. En er was bedacht dat op die lijnen die in reserve waren, dat een aantal daarvan gebruikt konden worden voor het maken van tekens die via een decoder konden worden omgezet in letters en cijfers. Dus teletext. In Amerika is men daar niet verder mee gegaan, omdat er geen geld mee te verdienen was. Tenminste, dat was de algemene opvatting. En daarom is het opgepakt door de BBC, die er geen geld mee hoefde te verdienen. De BBC heeft het idee dat in Amerika was bedacht, verder ontwikkeld. Heeft ermee geëxperimenteerd. Heeft er veel over nagedacht en is in 1974 begonnen met uitzendingen gericht op het publiek. En dat was aanvankelijk hier op het continent volkomen onbekend. Want Engeland was toen nog, wat wij toen ook op school leerden, een eiland. En van dat eiland kon je geen televisiebeelden ontvangen hier. We keken hier dus nooit naar de BBC. Halverwege de jaren 80 is het idee hier opgepikt door een NOS-medewerker, een onderzoeker. Jan Budding geheten. En die is in Engeland gaan kijken, gaan praten met de BBC, met de mensen die daar teletext maakten. Die heeft daar een rapport over geschreven. En die heeft een presentatie gehouden in 1977 voor kamerleden, bestuursleden van de publieke omroep. Ambtenaren van de mogelijkheden van teletext. En dat sloeg enorm in. En wel zo dat er gezegd werd van ja, als we dit hebben, dan hebben we straks geen krant meer nodig. En dat idee, dat in dat gezelschap vrij algemeen bestond, leidde ertoe dat er meteen een strijd ontstond tussen de pers, en de omroep, over wie nou teletext mocht gaan doen. Want de belangenorganisatie van de pers vond dat dit helemaal geen omroep was, omdat het geschreven teksten waren immers. Omdat het ook teksten waren die je kon opvragen als jij dat wilde, waar je niet mee geconfronteerd wordt als je op een knop drukt en dan liep het door. Maar het was consultatief, hè, zoals dat genoemd werd. En daarom vond de pers dat zij er recht op hadden. De politiek heeft dat lange tijd boven de markt laten hangen, wat er nou eigenlijk zou moeten zijn. Wel heeft het kabinet Den Uyl als een van zijn laatste beleidsdaden besloten dat de NOS voorlopig door mocht gaan met de ontwikkeling van teletext. En dat heeft dus toegeleid uiteindelijk dat er in 1980 op het publiek gerichte uitzendingen kwamen. Daarmee
was nog niet zo dat teletext het grote publiek bereikte. Want voor teletext, om dat te kunnen ontvangen, had je een apart televisietoestel nodig dat die beeldlijnen kon decoderen. En die televisies die waren voor die tijd behoorlijk duur. In eerste instantie kostte een televisietoestel met televisie kostte 3000 euro. En de schatting is dat in het eerste jaar zo'n paar duizend Nederlanders teletext hadden. Dat eerste jaar dat is gebruikt om veel te experimenteren met enkele tientallen uitzendmodellen. En er werd dan een kijkersgroep van 200 mensen die werd gevraagd om daar telkens een oordeel over te geven. En zo is in het eerste jaar teletext geworden wat het nu is. Uit het onderzoek kwam bijvoorbeeld naar voren dat een teletextpagina het best kan zijn opgebouwd uit drie alinea's. Alinea's die doorgeschreven worden, zo ver mogelijk naar de achterlijn, maar die niet afgebroken worden. Er kwam uit naar voren dat de kleuren waarin het geschreven moet zijn, dat die geel moeten zijn of cyaan. Dat is het lichte blauw dat nu op de nieuwspagina's van teletext wordt gebruikt.